Op 26 mei 2019 werden er 67 nieuwe leden voor het Vlaams parlement verkozen. Dat is meer dan de helft van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers. Om hen voor te bereiden op hun nieuw mandaat en werkomgeving, organiseert het Vlaams parlement voor hen een onthaaldag. De nieuwe leden krijgen die dag informatie over de politieke werking tijdens de eerste weken van de nieuwe legislatuur, zoals de eetaflegging op 18 juni en de praktische en logistieke ondersteuning door de diensten van het Vlaams parlement. Goedemorgen, nieuw verkozen Vlaams volksvertegenwoordigers en andere oud verkozen volksvertegenwoordigers, herverkozen op 26 mei, ook fractiemedewerkers, ik zie hier verschillende mensen aanwezig, sowieso allemaal hartelijk welkom en vooral toch een dikke proficiat voor degenen die hier vandaag voor de eerste keer in deze koepelzaal van het Vlaams parlement zitten. Wij gaan eerst hier in de koepelzaal een tweetal infosessies geven. Ik ga zelf een beetje een toelichting geven op de instelling Vlaams parlement. Dat is toch wel een speciale instelling. Uiteraard gaat dat niet in het lang en in het breed gebeuren. Op hoofdlijnen, zodat jullie toch jullie een beetje kunnen oriënteren hier de volgende weken. En de rest zal dan wel komen, maar om die instelling echt helemaal te leren kennen, daar heb je echt toch wel een legislatuur voor nodig. En misschien zelfs wel wat meer. Hè. Maar bon, we starten ermee vandaag. Ik ga dan ook een woordje zeggen over het Algemeen Secretariaat. Dat zijn de medewerkers van deze instelling, die jullie de volgende jaren maximaal gaan ondersteunen in jullie politieke werking. En dan ga ik het woord geven aan onze directeur van de directie decreetgeving, Gerrit Vermeijlen, die jullie een eerste intro zal geven op wat er de volgende weken op jullie afkomt. Want zo de eerste weken van de installatie van een nieuw parlement, dat zijn speciale weken. Hè. En voor jullie is het allemaal nieuw, hè, dus dat gaan we zeker in het kort even toelichten. En als dat gedaan is, dan zit het er hier eigenlijk op. Hè. Zo twee sessies, dat volstaat al. En dan bieden we jullie allemaal een rondleiding aan in onze gebouwen. Hè. Het is ook een beetje een indrukwekkend gebouwencomplex. In het begin gaat je een beetje verloren lopen, maar hè, dus ik zie al sommige knikken, dat klopt. Hè. Maar toch leer je snel bij. Hè. En die rondleidingen die gaan georganiseerd worden ook door drie van onze medewerkers die daar heel veel ervaring mee hebben. En dat gaat zeker heel interessant zijn voor jullie. We gaan ook passeren via de het bezoekerscentrum, hè, dus het nieuw geopend bezoekerscentrum, waar we toch de speciale aandacht willen vestigen op de onthaalfunctie, ook voor jullie. Jullie kunnen daar genodigde scholen, studenten ontvangen. Dat is echt wel nieuw deze legislatuur. En dan, allez, we zouden geen goede Vlamingen zijn hè, als we niet afsluiten met een hapje en een drankje. Het mag iets meer zijn vandaag. Hè. We bieden jullie dan een receptie aan en aansluitend een lunch in onze daktuin. Dat is ons klassiek tussenhaakjes restaurant. Voilà, dat is een beetje in vogelvlucht het programma zoals het eruit ziet. En dan ga ik nu zelf het eerste deel van de infosessie geven. Zoals gezegd, de instelling Vlaams Parlement is toch wel een unieke instelling. Hè? Het parlement van de Vlaamse deelstaat, zo is er maar één. Hè? En wat zijn jullie taken? Er zijn eigenlijk een drietal grote taken die een parlement opneemt. Hè? Jullie zijn uiteraard de wetgevende macht van Vlaanderen. In Vlaanderen stemmen we geen wetten, maar wel decreten met kracht van wet. Hè? Jullie installeren en controleren de Vlaamse regering. Die is er momenteel nog niet. Er is er nog wel één, de vorige nog. Hè. Maar de installatie van de nieuwe Vlaamse regering, dat komt er nog aan en jullie gaan die dan ook controleren. En uiteraard stemmen jullie de begroting. Hè. Een groot budget waar jullie de laatste hand in hebben. Dus een unieke instelling en tegelijkertijd ook het centrum van de politieke besluitvorming in Vlaanderen. Samen natuurlijk met die Vlaamse regering. En samen zijn jullie, zoals je weet, met 124. De verkiezingen zijn net achter de rug. Hè. En dat waren de zesde rechtstreekse verkiezingen van dit Vlaams parlement. Hè. 95 de eerste keer, ondertussen nu de zesde keer. 63 van de vorige 124 zijn herverkozen. 61 dus niet. Zijn nieuw. Hè. Veel van jullie zitten hier tussen. Hè. En waar komen jullie vandaan? Voor 43 onder jullie is het de eerste keer
dat jullie in een parlement zetelen, in casu het Vlaams parlement. 5 van jullie hebben we hier vroeger al eens gezien. Die hebben een tussenstap gemaakt naar een ander parlement, de Kamer of het Brussels parlement, en zijn nu terug hier. Na een onderbreking hebben dus ergens geen mandaat meer opgenomen en 13 hebben voorheen in Kamer of Brussels parlement gezeten. En hoe zit het nu met de verhouding man-vrouw? Dat is toch ik zou toch altijd graag opvolgen. We zijn met 66 mannen en 58 vrouwen, of 53% mannen en 47% vrouwen. Dat kan nog wel wat lichtjes wijzigen, eens dat de opvolgers binnenkomen in opvolging van de benoeming van de regering. Maar dat is nu de stand van zaken. En als we dat nu even in historisch perspectief bekijken, dan is dat natuurlijk zeer indrukwekkend, hè, hoe dat wij hier in het begin van de jaren 70 eigenlijk begonnen zijn als een quasi-exclusief mannelijk parlement en hoe dat we nu toch bijna aan de helft vrouwen zijn en in sommige fracties echt wel die kaap van de 50 gepasseerd zijn. Voilà, zo ziet dit Vlaams parlement eruit. En dan wil ik het even hebben over de organen van dit huis. Want, dames en heren, u zult dat merken, dit Vlaams parlement is een huis met vele kamers. Hè. De belangrijkste kamer, het belangrijkste orgaan, is natuurlijk deze plenaire vergadering, de 124, hè, de emanatie van de Vlaamse bevolking. Hè. Het Centrum van Politieke Besluitvorming, zoals ik gezegd heb, jullie komen hier wekelijks in deze koepelzaal samen. En hier gaan jullie de decreten stemmen, gaan jullie de regering installeren en gaan jullie nadien die regering ook controleren. Wekelijks op woensdag. Dan hebben wij onze commissies. Dat zijn eigenlijk wat wij altijd noemen de echte werkorganen. Daar gebeurt het echte inhoudelijke werk. In de vorige legislatuur zaten daar 15 leden en 15 plaatsvervangers in. Dat is telkens mooi verdeeld proportioneel met de sterkte van elke fractie hier in het half rond. In vorige legislatuur hadden wij 12 commissies, onderwijs, milieu, economie. Daar kunnen we nu nog niet veel van zeggen. Hoe dat die verdeling eruit gaat zien, dat komt eraan in september. En die commissies die vergaderen traditioneel op dinsdag, donderdag en dikwijls ook op vrijdag. En dan zijn dat dikwijls werkbezoeken ergens te landen, ergens in Vlaanderen of in het buitenland. Dat is een commissiezaal, gaan jullie straks ook met de rondleidingen zeker nog verder zien. Dan een ander, voor jullie toch, hè, zeer belangrijk orgaan, dat is jullie fractie. Hè. Dus de fracties, dat zijn de vertegenwoordigingen van de politieke partijen die opkwamen bij de verkiezingen hier in dit Vlaams parlement. In deze legislatuur, dames en heren, zijn er in dit parlement 6 wat wij noemen erkende fracties. Dat zijn fracties waar er meer dan 5 leden zijn. En wij hebben ook 1 gewone fractie, laat ons zeggen, waar er net geen 5 leden zijn. En voilà, dus in totaal 7 fracties. Dat is dus meer dan in de vorige legislatuur, toen we er maar 6 hadden. En het grote verschil tussen 2, dat is een erkende fractie, die krijgt een fractiesecretariaat met eigen personeel ter ondersteuning van de werking. Dus en daar hebben jullie ongetwijfeld allemaal al mee kennis gemaakt. Die fracties die vergaderen meestal op dinsdagmorgen en dat is dan de voorbereiding van de politieke agenda's van die week, commissievergaderingen, maar uiteraard ook plenaire vergadering. En zoals jullie ondertussen ook begrepen hebben, jullie hebben allemaal eigen lokalen, eigen fractielokalen in ons tweede gebouw, het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Dit huis heeft ook een bestuur. En in een parlementaire context spreekt men niet van een raad van bestuur, zoals men dat in een andere organisatie zou doen, maar traditioneel heeft dat de naam van het bureau, het vast bureau. Ja. Dat bureau dat zet eigenlijk de strategische lijnen uit voor dit huis in zaken infrastructuur, logistiek, personeel en is ook verantwoordelijk voor de financiën van dit huis. Bij de werking van dit huis, dat gaat toch gepaard met een budget van een 100 miljoen euro. Hè. Dus dat is nogal evident dat dat ook op het hoogste niveau wordt opgevolgd. Wie zit er in dat bureau? Dat zijn volgens het reglement 8 volksvertegenwoordigers die opnieuw proportioneel volgens de sterkte van de fracties worden verkozen door deze plenaire vergadering. Ja. Dat zal trouwens volgende week ook op de agenda staan.
Uiteraard zit daar de parlementsvoorzitter in, de voorzitter van het Vlaams parlement. En die wordt gesteund door 4 ondervoorzitters en 3 secretarissen. En zoals gezegd, verkozen door de plenaire vergadering volgende week voor de eerste keer. Maar elke keer bij de opening van het zittingsjaar eind september wordt dat bureau terug verkozen. En het bureau vergadert om de 14 dagen op maandag in de bureauzaal van dit Vlaams parlementsgebouw. En straks met de rondleiding gaan jullie daar zeker passeren. Dan hebben wij ook nog wat wij noemen een uitgebreid bureau. En dat is datzelfde vastbureau. En daar komen dan de fractievoorzitters van de erkende fracties bij. 6, dus in deze legislatuur 14 leden. En die houden zich eigenlijk exclusief bezig met de politieke werkzaamheden van dit huis. Dus die bekijken wekelijks wat staat er op de agenda van de plenaire. Wat doen we met de interpellaties? Zijn er speciale politieke issues? Die komen daar op de agenda. Dus die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de politieke werkzaamheden. En dat uitgebreid bureau, dat vergadert wekelijks. Omdat natuurlijk de politieke activiteiten wekelijks doorgaan. Dan hebben wij in dit huis ook een managementteam. Ik kom straks terug op de ondersteunende diensten van het Vlaams parlement, het algemeen secretariaat, de mensen die ook deze dag voor jullie hebben georganiseerd, die ook vorige week de infodagen hebben geïnformeerd. Wij zijn samen met een 213 medewerkers, ik kom daar straks op terug, en dus ingedeeld in 3 directies en 2 wat wij noemen stafdiensten. En ik ga de leden van dat managementteam toch even aan u voorstellen, want ze zijn werkelijk voor de goede werking van dit huis zeer belangrijk. Ik heb al genoemd Gerrit Vermeijlen, is de directeur van onze directie decreetgeving. Jullie gaan heel frequent contact hebben met Gerrit, maak u niet ongerust. Hè. Aan zijn rechterzijde Kurt de Vriend. Kurt is de directeur bevoegd voor eigenlijk alles wat in dit huis te maken heeft met logistiek, techniek, infrastructuur, IT. Dus hij is een manusje van alles, maar hij doet dat fantastisch. Hè. Hij heeft ook een fantastische ploeg onder hem. Dus als er een lek is in de gebouwen of wat het ook is, iets technisch, logistiek, Kurt is degene die u gaat depaneren op verschillende vlakken. Dan aan Gerrit, de rechterkant, Chris Hoflak. Ik denk voor de meeste van jullie een bekend gezicht. Misschien nog niet onmiddellijk geassocieerd met dit huis. Hè. Maar Chris is nu toch al een paar maanden bij ons en het bevalt hem goed. Hè. Dus Chris heeft, mag ik toch zeggen, hè, Chris? Hè? Mag ik zeggen. Chris is de directeur van onze directie die bevoegd is voor alles wat te maken heeft met publiekswerking, ook communicatie en informatie. Hè. En met z'n drieën verdelen zij dus 3 directies. En dan hebben wij nog 2 managers van stafdiensten. Op de hoek Lieven Balen, verantwoordelijk voor de financiën van dit huis. En ook voor heel de administratie en de ondersteuning van jullie volksvertegenwoordigers. Hè. De ledenservice, zoals wij dat noemen. En ik denk dat jullie allemaal de laatste paar weken al met hem en vooral ook met zijn diensten hebben kunnen kennismaken. En ook daar natuurlijk zal er zeker in het begin zeer veel contact zijn. En dan ben ik heel blij dat er ook een vrouwelijke collega in ons managementteam zit. Tanja Vervloesem van de stafdienst HR. En ook verantwoordelijk voor heel de personeelsadministratie, dus ook van jullie medewerkers die eraan komen, is Tanja degene die de zaken in goede banen zal leiden. En dus met ons 6 vormen wij het managementteam. Wij komen om de 2 weken samen en wij bereiden eigenlijk dossiers vooral voor het vastbureau voor. En we zijn eigenlijk ook verantwoordelijk voor de goede dagelijkse werking van dit huis. Voilà, als we nu even terugkijken, waar staan we? Ik heb gesproken over de voorzitter, heel kort weliswaar. Ik heb ook gesproken over de verkiezing en de werkzaamheden van het vastbureau, van het uitgebreid bureau. Ik heb gesproken over de fracties, over het managementteam. Ik heb nog niet gesproken over onze PPI's. En ik ga ook nog iets meer zeggen over het algemeen secretariaat. Onze 3 paraparlementaire instellingen, u kent ze zeker ook uit de pers, vers van de pers nog deze morgen, hè, een paar wekers, onze ombudsman, hè. Daarnaast hebben we Elke de Vroe, tamelijk recent ook bij ons, hè,
directeur van ons Vlaams Vredesinstituut. En dan helemaal links, heel vers van de pers, ze is zelfs nog niet echt bij ons, maar ze wou er vandaag toch bij zijn, Caroline Vrijens, onze nieuwe kinderrechtencommissaris. Zij begint vanaf 1 augustus en tot dan neemt eigenlijk Naïma, die daar zit, het ambt tijdelijk waar. En dan komen we dus bij ons algemeen secretariaat. Hè. Dus ik heb daar straks al gezegd, 213 medewerkers verdeeld in 3 directies, 2 stafdiensten en dan mijn medewerkers op het secretariaat-generaal, die eigenlijk maar 1 echte opdracht hebben en dat is tot uw dienst. Hè. Wat het ook mag zijn voor wat de zuiver administratieve, logistieke, technische werking van dit huis betreft. Alles wat met de politieke inhoud te maken heeft, daar blijven wij heel ver vanaf. Hè. Dat zit bij de fracties. En hier hebben we nu toch een beetje iets nieuws. Hè. Ik heb daar straks gezegd, het is al de 3e keer dat we deze infosessie doen. De 2 vorige keren begon ik dan een beetje mijn verhaal over wat er in die verschillende directies allemaal gebeurt. En nu hebben we gedacht, we gaan eens iets anders doen. Hè. We gaan eens een filmpje maken van ons als algemeen secretariaat. En jullie hebben vandaag de primeur. Hè. We gaan dat filmpje hier nu voor de eerste keer afspelen. En we zullen zien hoe dat de reactie is. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Beste Vlaamse volksvertegenwoordigers, van harte welkom. Wij stellen u graag het algemeen secretariaat van het Vlaams parlement voor. Het algemeen secretariaat. Dat zijn alle diensten die ervoor zorgen dat u uw mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger op de beste manier kunt uitvoeren. Wij geven u de ondersteuning die u daarvoor nodig hebt. Inhoudelijk, administratief, technisch en logistiek. Dag in, dag uit. Het Algemeen Secretariaat heeft nog een tweede missie. Het Vlaams parlement bekendmaken bij de Vlaamse burger. Want een instelling die niet bekend is, die bestaat ook niet. Maar of we ons nu richten tot de burger of tot u, Vlaamse volksvertegenwoordigers, we blijven altijd klantgericht, neutraal en professioneel. We werken zoveel mogelijk digitaal en we hebben veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid. Intern hechten we groot belang aan een goede samenwerking en aan wederzijds vertrouwen. We nemen u de komende minuten graag mee op reis doorheen het Algemeen Secretariaat. Hoe zijn we georganiseerd? Wie doet wat? En vooral, hoe kunnen wij u van dienst zijn? Dag beste volksvertegenwoordigers. Ik ben Gerrit Vermeijlen en sta aan het hoofd van de directie Decreetgeving. Samen zijn we met een 60-tal medewerkers. De directie Decreetgeving is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke werking van het Vlaams parlement. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij de plenaire vergadering en de commissievergaderingen organiseren. Wanneer u als Vlaams volksvertegenwoordiger een initiatief neemt, een vraag stelt of een interpellatie houdt, dan zorgt de directie Decreetgeving voor de digitale verwerking ervan. Zij publiceren de parlementaire documenten en onderhouden de parlementaire databank. En ze verlenen ook advies, taalkundig advies, maar ook over de juiste schrijfwijze van decreten en over regels en procedures. De dienst woordelijk verslag noteert wat er tijdens de plenaire vergadering en de commissievergaderingen wordt gezegd. Zo kunt u achteraf alles nalezen. Hallo allemaal, ik ben Koert de Vriend en ik sta aan het hoofd van de directie Facilitair Beheer, Infrastructuur en Informatica, die we hier afkorten tot FI-kwadraat. FI-kwadraat telt 57 interne medewerkers en doet daarnaast nog beroep op 49 ingehuurde medewerkers. FI-kwadraat is verantwoordelijk voor een heel gevarieerd takenpakket. Ze beheren, onderhouden en renoveren de gebouwen. Ze verzorgen alles van ICT en ze staan in voor catering, chauffeurs, schoonmaak, postbedeling, de parlementaire drukkerij en alle aankoopdossiers. Alle in huis aanwezige techniek valt ook onder de verantwoordelijkheid van FI-kwadraat. Dit gaat van de multimedia in de commissiezalen tot de pompen in de kelders. Veel van hun werk gebeurt achter de schermen. In een ideale wereld zien jullie alleen het eindresultaat. Mocht je een vraag hebben over iets wat FI-kwadraat doet, dan kan je die altijd stellen aan de helpdesk. Dag
beste Vlaamse parlementsleden. Ik ben Chris Hoflak en ik leid de directie Communicatie, Informatie en Externe Relaties. Een mond vol en daarom zijn we ook met 67 mensen. De belangrijkste taak van de directie Publicom is de Vlaamse burger vertrouwd maken met het Vlaams parlement en met de werking van de democratie. Om dat doel te bereiken worden er rondleidingen georganiseerd, wordt er nauw contact gehouden met het onderwijs en is er het bezoekerscentrum dat recent zijn deuren opende. Daar wordt elke geïnteresseerde met een grote glimlach verwelkomd. De afdeling externe communicatie doet er alles aan om het Vlaams parlement dichter bij de burger te brengen. Ze zetten campagnes op touw, brengen publicaties uit over het reilen en zeilen in dit parlement en proberen goede relaties te onderhouden met de pers. Ze beheren de website vlaamsparlement.be, de accounts op sociale media en het eigen televisiekanaal Vlaams Parlement TV. Ze communiceren niet alleen met de buitenwereld, de dienst interne communicatie zorgt ervoor dat je alles wat er in huis gebeurt kunt terugvinden op het intranet. De dienst onthaal en externe relaties ontvangen bezoekers en gasten. Ze organiseren evenementen en bieden logistieke ondersteuning bij vergaderingen en activiteiten die derden hier organiseren. Voor advies kan je terecht bij de juridische dienst en het parlementair informatiecentrum, dat ook een bibliotheek huisvest, vol boeken, databanken, kranten en tijdschriften met informatie over de geschiedenis en bevoegdheden van het Vlaams parlement, de gewesten en gemeenschappen. Het bijna volledig gedigitaliseerde informatiecentrum heeft een unieke afdeling over Europese besluitvorming en dan is er ook nog de archiefdienst. Dag iedereen, ik ben Tanja Vervloesem. Ik leid de stafdienst Human Resources die 15 medewerkers stelt. De stafdienst Human Resources verzorgt het personeelsbeheer voor alle medewerkers van het Algemeen Secretariaat, de politieke medewerkers en de medewerkers van de aan het parlement verbonden instellingen. Hun salarisadministratie en persoonlijke dossiers worden hier bijgehouden, zoals onder andere verloven en verzekeringen. Hier wordt een actief personeelsbeleid gevoerd. Er worden bijvoorbeeld vormingen en opleidingen georganiseerd. Zo blijven alle medewerkers op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Beste Vlaamse verkozenen, ik ben Lieven Balen en sta aan het hoofd van de stafdienst Financiën en Ledenservice, die 15 medewerkers stelt. De eerste pijler van deze dienst is Financiën. Die is verantwoordelijk voor het volledige financiële beheer van het Vlaams parlement en van de hieraan verbonden instellingen. Dat zijn de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Vredesinstituut. De tweede pijler is de ledenservice of personeelsdienst van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers en gewezen volksvertegenwoordigers. Hier berekenen en betalen ze maandelijks de parlementaire vergoedingen. Je kan bij ledenservice terecht met al je vragen over je persoonlijk dossier. Ze bieden je ook logistieke ondersteuning, zoals smartphone, tablet en kantoorbenodigdheden. Zaken die je nodig hebt bij de uitvoering van jouw mandaat. Beste Vlaams volksvertegenwoordiger, u hebt net kennis gemaakt met 3 directeurs en 2 managers. Ik sta aan het hoofd van al deze medewerkers. Ik ben Martien Goossens, de secretaris-generaal van dit parlement, ook wel de griffier genoemd. Mijn belangrijkste taak bestaat erin te zorgen dat dit Vlaams parlement elke dag kan draaien. En daarom woon ik ook de wekelijkse vergaderingen van het bureau, zeg maar de raad van bestuur, van dit Vlaams parlement bij. Want op die manier houd ik de vinger aan de pols en weet ik uit eerste hand wat de politieke leiding van dit huis, van zijn medewerkers, ons algemeen secretariaat, verwacht. U hoort het, ik heb vele verantwoordelijkheden. Maar, gelukkig kan ik mij laten bijstaan door de 3 directeurs en de 2 managers. Samen vormen wij het managementteam van dit huis. En ik kan u zeggen, wij zijn een zeer gedreven en enthousiaste ploeg die om de 2 weken samenkomt en probeert dit huis goed te besturen. Ik heb zelf ook een persoonlijk secretariaat van 6 medewerkers, wat maakt dat wij samen in heel het algemeen secretariaat met zo'n 213 medewerkers zijn. Deze mensen zijn allemaal zeer fier dat ze voor dit huis, dit Vlaams parlement, mogen werken. En ik ben op mijn beurt zeer fier op dit team, van onthaalmedewerker tot directeur.
Beste Vlaams volksvertegenwoordiger, de volgende weken en maanden gaat ook u kennis maken met deze 213 medewerkers. Ik ben er zeker van dat ze u niet zullen teleurstellen. Dank u. Dames en heren, Gerrit Vermeijlen die gaat u nu een beetje inwijden in de geheimen van wat er de volgende weken allemaal op jullie staat te wachten. Voilà, Gerrit. Mag ik dat ook? Dank u. Ook van mijn kant en namens de collega's hartelijk welkom en veel felicitaties voor uw verkiezingen. Dus we gaan aan de slag gaan. Op korte termijn, en mij is gevraagd inderdaad om kort toe te lichten wat er u volgende week en de komende weken te wachten staat. In kort bestek uiteraard. Dus we beginnen volgende week dinsdag. U wordt hier verwacht om 14:30. Kom misschien iets vroeger, om zeker te zijn. Maar dinsdag om 14:30, zoals dat wordt voorgeschreven door de wetgeving, wordt het Vlaams parlement geïnstalleerd. Die wordt trouwens voorgezeten door een tijdelijk voorzitter. U weet ondertussen uit de pers wellicht dat dat de heer De Croo zal zijn. U krijgt de kans, naar aanleiding van het onderzoek van de geldigheid van de verkiezingen, om dat toch nog eens van naderbij te bekijken. U mag bij motie van orde, dat is niet meer dan uw hand opsteken en het woord vragen aan de voorzitter, voorstellen om een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven samen te roepen. Dat is geregeld in ons reglement. Die bestaat uit de 7 leden die de meeste anciëniteit hebben in dit huis. En dan wordt de plenaire geschorst. Als dat zou gebeuren, dat is geen verplichting, dat moet niet. Als dat allemaal in orde is, als u die verslagen hebt doorgenomen, er is niemand die daar bedenkingen bij heeft, dan is dat ook niet nodig. Maar het kan. Dan gaat die commissie apart vergaderen, die verslagen bekijken. Ze kunnen de documenten gaan bekijken die hier nog altijd zijn opgeslagen. En zij brengen dan verslag uit, een mondeling verslag uit, aan de vergadering. Die na het werk van die commissie hervat wordt. En uiteindelijk zal u moeten beslissen over de geldigheid van de verkiezingen. Dus dat is bij stemming. Tweede onderwerp, tweede punt op de agenda is het onderzoek van de geloofsbrieven. Het onderzoek van de geloofsbrieven, dat betekent dat wordt nagegaan of u allemaal als verkozenen nog voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Ook daar zal de vergadering vaststellen, er is geen probleem, al die geloofsbrieven zijn in orde, dus we kunnen voort en we kunnen overgaan tot de installatie van het parlement. En dat gebeurt door middel van het afleggen van de eed. Die eed is heel eenvoudig, ik zweer de grondwet na te leven. U zal de eed afleggen komende dinsdag van op het spreekgestoelte. Dus niet van op uw plaats, maar van op het spreekgestoelte. U zal naar beneden geleid worden. We gaan proberen om dat allemaal vlot te laten verlopen. En pas na die eetaflegging bent u eigenlijk volksvertegenwoordiger en is het Vlaams parlement geïnstalleerd. Daarvoor nog niet. Dan hebben we een vergadering van verkozenen. Maar er is pas een Vlaams parlement als u de eet hebt afgelegd. Dan een zeer, zeer belangrijk onderdeel op die agenda eigenlijk. Dat is de samenstelling van de fracties. Daar gaat niet veel poespas mee gepaard, voor alle duidelijkheid. Wij gaan op voorhand van uw fractie de samenstelling van uw fractie krijgen, wie er fractievoorzitter wordt enzovoort. Maar dus in het begin van de zittingsperiode, van de periode van 5 jaar, we spreken ook wel eens van de legislatuur, gaan de fracties worden samengesteld, zal u toetreden tot een fractie. Dat is belangrijk, omdat, en Martin zei het al, vanaf 5 leden spreken we van een erkende fractie, vanaf 3 leden kan u een fractie vormen. Dat is belangrijk, omdat die fractiesamenstelling bij het begin van de legislatuur de basis wordt voor alle soorten verkiezingen en voordrachten die hier door het Vlaams parlement worden beslist, die hier aan de orde zijn. En dat geldt dan in de eerste plaats voor de samenstelling van het bureau. Ons beheersorgaan, de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretarissen, waar Martin het al over had, dat bureau wordt samengesteld, of de plaatsen, de functies in het bureau worden verdeeld onder de fracties in functie van hun sterkte. Vandaar dat het belangrijk is dat er bij het begin duidelijkheid is over wie tot welke fractie behoort en hoeveel leden tot een bepaalde fractie
behoren. Dat geldt niet alleen voor het bureau, maar ook voor de commissies. Ik ga het zo dadelijk nog even hebben over de oprichting van onze vaste beleidscommissies, zeg maar. Maar dus tot vandaag telt elke commissie in het Vlaams parlement 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden. Die 15 leden worden ook verdeeld onder de fracties in functie van hun getalsterkte. Het komt erop neer dat wij het systeem D'Hondt, dat ook bij de verkiezingen wordt gebruikt, toepassen op die 124. En zo komen we tot een vertegenwoordiging van 15 leden per commissie. Maar die 15 leden, dat is geen wetmatigheid, dat is geen verplichting. Wij zouden het ook perfect kunnen doen met commissies die minder of meer leden tellen. De verkiezing van het bureau, ik verwijs nogmaals naar de uiteenzetting van Martin met betrekking tot het bureau, zeg maar onze raad van bestuur. Dat gebeurt in principe op de openingsvergadering, de installatievergadering. Maar, dat is niet noodzakelijk zo. Dus die verkiezing kan eventueel uitgesteld worden met maximum 10 werkdagen. Dus in beginsel, ten laatste op 2 juli, zouden wij een bureau moeten hebben en bij uitbreiding, met de aanvulling van de fractievoorzitters, een uitgebreid bureau. Dat wordt voorgezeten door de parlementsvoorzitter. En waar de fracties dus in principe moeten overleggen om iemand voor te dragen om parlementsvoorzitter te worden. Ik wijs er wel op dat die 2 juli, die deadline zeg maar, ja, dat is een termijn van orde. Dat betekent dat er eigenlijk geen sanctie is indien men nog langer zou wachten. In het verleden is het wel eens gebeurd dat het nog iets langer duurt dan die 10 werkdagen. Maar het kan in principe dus ook gewoon volgende week dinsdag gebeuren. En na de verkiezing, een beetje vakjargon, na de verkiezing is het Vlaams parlement geconstitueerd. Dat betekent niet meer dan dat we vanaf dat moment kunnen beginnen werken. Dat is eigenlijk, in de jure zeg maar, kunnen we pas beginnen werken vanaf het geconstitueerd zijn van het parlement, niet vanaf de installatie van het parlement. Dat komt omdat de meeste van uw initiatieven, uw voorstellen van decreet, uw voorstellen van resolutie enzovoort, dat de meeste van uw initiatieven ontvankelijk moeten worden verklaard door de voorzitter. Dus zolang er geen voorzitter is verkozen, kunnen die initiatieven ook niet verwezen worden naar een commissie om in behandeling te worden genomen enzovoort. Vandaar het belang van die verkiezing van het bureau. En dan, ja, het heeft er alle schijn van dat het wellicht niet zal gebeuren komende dinsdag. Maar wij hebben onder voorbehoud de verkiezing van de nieuwe Vlaamse regering op de agenda staan komende dinsdag. Maar het zit er niet in, denk ik. Dus met enig of met veel voorbehoud uiteraard. Maar wij kunnen dat. Die agenda is vastgelegd door de laatste bureauvergadering voor de verkiezingen, ergens in april al. En dus wij kunnen op dat moment nog niet anticiperen op de snelheid waarmee die Vlaamse regering kan worden gevormd. En u zal op de agenda die u wordt bezorgd ook vaststellen dat wij plenaire vergaderingen hebben voorzien op volgende week woensdag en volgende week donderdag. Woensdag voor de regeringsverklaring van de nieuwe minister-president. Donderdag voor het investituurdebat, dus het debat over het nieuwe regeerakkoord en de stemming daarover, maar allemaal onder hetzelfde voorbehoud. Dus wellicht zullen we volgende week alleen vergaderen op dinsdag en niet op woensdag en of donderdag. Dan heel kort al. Wat betekent dat als die regering volgende week nog niet gevormd is? Op een bepaald moment zal er wel een Vlaamse regering gevormd zijn. En dan zal het heel snel gaan. Uiteraard zal daar zeer veel rugbaarheid aan gegeven worden in de pers enzovoort. Maar u zal dan ook op heel snel een agenda in de bus krijgen van ons. En heel snel zal de plenaire vergadering worden bijeengeroepen om die regering te verkiezen en vervolgens het debat over het regeerakkoord te voeren. Dus dat is iets wat er wellicht de komende weken, zal ik maar zeggen, zonder dat ik daar ergens een eindpunt op plaats, wat de komende weken wel ergens aan de orde zal zijn. Ter vergelijking, 5 jaar geleden hebben we de verkiezing van de Vlaamse regering en het debat over het regeerakkoord gevoerd op 25 en 26 juli. Op een vrijdag en een zaterdag was dat toen. Dus dat kan, voor alle duidelijkheid.
Na het zomerreces beginnen we terug op maandag 23 september. Dus dat is de eerste, dat is eigenlijk de openingsvergadering van het nieuwe zittingsjaar na de zomer. Dat is altijd de vierde maandag van september. Dus dan hebben we de openingszitting en daarop zal de minister-president, de nieuw verkozen, op dat moment mogen we dat nog altijd zeggen, de nieuw verkozen minister-president de septemberverklaring afleggen. Dat is eigenlijk een uiteenzetting van de minister-president waarin hij gekoppeld aan de begroting voor het jaar dat daarna volgt, zijn beleid of het beleid van zijn regering zal toelichten aan het Vlaams parlement. Die begroting, een belangrijk moment, eigenlijk het eerste grote moment voor de nieuwe zittingsperiode, ik bedoel dan na de verkiezing van de regering. De begroting voor het jaar 2020 zal eind oktober worden ingediend door die nieuwe Vlaamse regering. Wordt dan besproken in november en december. En samen met die begroting worden er ook zogenaamde beleidsnota's ingediend. Dat zijn belangrijke documenten die eigenlijk heel de legislatuur, heel de zittingsperiode van 5 jaar, zullen meegaan. Want samengevat, wat staat er in die beleidsnota's? In die beleidsnota's gaat elke minister voor zijn of haar bevoegdheden toelichten hoe, hè, voor die bevoegdheden, het regeerakkoord zal worden uitgevoerd tijdens de komende 5 jaar. Dus dat zijn echt basisdocumenten waar u tijdens de volledige zittingsperiode ook nog zal kunnen naar teruggrijpen. Maar dergelijke zaken, voor alle duidelijkheid, ik ga hier nu niet, dat is niet de bedoeling, heel de werking van het parlement uitleggen, dat doen we later nog wel. Dat gaan we in september doen. Daarvoor komen we langs bij u op de fractie. Wat we ook doen de komende dagen, eigenlijk zou dat moeten rond zijn, maximum 10 dagen na het onderzoek van de geloofsbrieven, dus te tellen vanaf dinsdag, dat is het aanwijzen van de deelstaatssenatoren. Enfin, ik zeg wij, maar eigenlijk doen de fracties dat. Dus in functie van de uitslag van de verkiezingen gaat elke fractie ook een aantal deelstaatssenatoren kunnen aanwijzen. Dat zijn leden van de Senaat die vanuit het Vlaams of Brussels parlement door uw fractie naar de Senaat worden gestuurd. Dat is niet iets wat moet worden beslist door de plenaire vergadering. Dus we gaan daar niet speciaal een plenaire voor samenroepen. Dat gebeurt op het niveau van de fracties. Dat wordt wel in een volgende plenaire vergadering gecommuniceerd, meegedeeld aan de plenaire vergadering. Maar dat komt er dus ook nog aan op het niveau van uw eigen fractie. Ik ben ook een van de 3 gidsen die zelfs een deel van u gaat rondleiden. Dus ook dan is er natuurlijk de gelegenheid om aan mij of aan mijn collega's gidsen de nodige uitleg te vragen over hoe het er hier aan toe gaat. Dus ik ga even hier de plenaire vergadering toelichten, voor mijn rekening nemen. Daarna gaan we inderdaad opsplitsen. Wie graag met mij meegaat, ik ga mij in de Anna Bijnszaal zetten. En voor Frank en Luc kan dat hier eventueel gebeuren. Goed. Dus ondertussen hebt u het door. Hè. U bevindt zich in de koepelzaal, de zaal waar de plenaire vergaderingen plaatsvinden op woensdagnamiddag en woensdagavond en enkele weken per jaar ook nog op andere dagen. Hè. U gaat hier allemaal een vaste plaats krijgen, dus u zal niet mogen kiezen. Allee, u kunt altijd eens een babbelje gaan doen bij iemand anders en op een andere stoel gaan zitten. Maar zeker bij de stemmingen hebt u allemaal een vaste plaats die u zal worden toegewezen door uw fractie. Dus de fracties worden hier in de zaal samengezet. Wie waar zal zitten moet nog besproken worden door het uitgebreid bureau. Dat is nog maar alleen vastgelegd voor de installatievergadering van volgende week. En binnen uw aantal plaatsen, bedoel dan dat van de fractie, zal u uw eigen vaste plaats krijgen toegewezen. U ziet de microfoons, dat is allemaal niet ingewikkeld om dat te gebruiken. U moet wel altijd het woord vragen aan de voorzitter. Anders wordt hij of zij misschien ampetant. U ziet ook de stemknopjes die u zal kunnen gebruiken op het einde van de vergadering om uw stem uit te brengen. En voor de mensen die een beetje lager zitten, is het misschien wat moeilijk te zien met het grote scherm hier vooraan. Maar er bevindt zich achter dat scherm een stembord. Waarop het resultaat van uw stem zal verschijnen. Dus het nummer van uw plaats stemt overeen. Als u zelfs doorgaat, moet u maar eens even kijken en u zult dat allemaal snel genoeg doorhebben. U zal daar kunnen zien of uw stem correct is uitgebracht. Het gebeurt soms dat u zich vergist. Daarover hebben we het later nog. Hoe dat je dat kunt oplossen. Maar dat is het stembord. We komen daar later tijdens onze opleidingen wel op terug, wat daar precies allemaal op te zien is. Helemaal bovenaan ziet u de publiekstribune.
We hebben een 100-tal plaatsen in de publiekstribune. Volgende week zal die overvol zitten. Iedereen kan naar de plenaire vergadering van het Vlaams parlement komen. Daarvoor moet niet gereserveerd worden. Volgende week wel graag. Maar dus, publiek is altijd welkom. We hebben daar ook wat plaatsen voor de pers en voor eventueel kabinetsmedewerkers voorzien. Maar we zien eigenlijk, vandaag valt er nogal mee, maar we zien niet zoveel pers in het Vlaams parlement. Dat hoeft geen probleem te zijn, want al onze vergaderingen worden gestreamd op onze website. Dus iedereen kan alle vergaderingen van thuis of van op kantoor volgen zonder problemen. U ziet ook balkonnetjes. Dat zijn plaatsen die in principe voor de pers bestemd zijn. Dus vanop die balkonnetjes kunnen de journalisten de vergadering volgen. Het is ook niet dat ze niet naar onze vergaderingen komen, voor alle duidelijkheid. Dus als het spannend is, dan zijn ze er. U moet zich daarover ook geen zorgen maken. En uiteraard, om af te sluiten, ja, misschien toch nog even... Ja, het zal u allemaal niet verbazen, het spreekgestoelte van waarop u zich tot de vergadering kan richten. Voor langere tussenkomsten is het de gewoonte om het spreekgestoelte te gebruiken om de vergadering toe te spreken. Voor kortere tussenkomsten kan dat perfect van op de eigen plaats aan de hand van de microfoon die u voor u ziet. Hier is uiteraard de plaats van de voorzitter. Dat zal u niet verbazen. En hier, een beetje afwijkend van wat in sommige andere Belgische parlementen aan de orde is, hebben we de ministerbanken. Waarom zeg ik een beetje afwijkend? U zal weten, omdat u er al gezeten hebt, of omdat u het op tv gezien hebt, of om andere redenen, dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat zijn de buren dus, dat die ministers op de eerste rij zitten, met de volksvertegenwoordiging in hun rug, als het ware. Bij ons is ervoor gekozen om de leden van de Vlaamse regering oog in oog te zetten met de volksvertegenwoordiging die bevoegd is om die ministers te controleren. Dus daar gaat wel enige symboliek vanuit, van die plaats. En klassiek zit de minister-president hier links vooraan op de eerste rij. En dan misschien om af te sluiten, het meest iconische onderdeel van de zaal, dat is het dak uiteraard, de koepel. Zeer bekend is uiteraard. Die 807 driehoekjes stelt. En het merkwaardige daarvan is dat er geen enkel driehoekje even groot is als een ander. Dus ze hebben alle 807 verschillende afmetingen. Dus dat is toch wel een weetje. En ook dat die koepel 72 ton weegt. Maar u mag zich toch met rustgemoed in de zaal begeven, geen zorgen. Als de zon schijnt, want dan verkoelen wij de zaal. Dat is allemaal niet zo milieuvriendelijk, maar anders zou je hier niet vergaderd moeten worden. En ook als het, en dat kan al eens gebeuren, ook in Brussel, als het zeer, zeer hard regent, kunnen wij hier zonder problemen vergaderen, want het glas is geluidswerend. Dat is allemaal geruststellend, nietwaar? Goed, tot daar dit korte luik in de koepelzaal. Dus we gaan... Frank en Luc staan daar bovenaan. Dat zijn de twee andere gidsen. Wie graag met mij meegaat, komt even hiernaast, langs hier, naar de Annabijszaal en dan kunnen we daar starten. Een rondleiding doorheen de gebouwen van het Vlaams parlement laat hen toe om kennis te maken met hun nieuwe werkomgeving. Gerrit Vermeijlen, directeur decreetgeving, is voor deze bijzondere gelegenheid de gids van dienst. We zijn hier in de Annabijnzaal. Wellicht voor iedereen, of minstens voor sommigen, bekend als de plek waar Linda de Win prominent aanwezig is op woensdagnamiddag. De Annabijnzaal, u zal merken straks ook, al onze commissiezalen en verschillende andere zalen zijn genoemd naar wereldberoemde Vlaamse kunstenaars. Al onze commissiezalen zijn genoemd naar Vlaamse schilders. We hebben een Rubenszaal, een Breugelzaal, een Van Eyckzaal enzovoort. We hebben zo 10 commissiezalen. We gaan straks naar de Antoon van Dijkzaal trouwens. Deze zaal is genoemd naar Anna Bijns, een Antwerpse dichteres uit de 16e eeuw en de enige zaal in het Vlaams parlement die genoemd is naar een vrouw. Ja.
Ja, in het begin was er zelfs geen zaal genoemd naar een vrouw. De dames volksvertegenwoordigers van, hè, toen dat we dit gebouw in gebruik genomen hebben, zijn in opstand gekomen en hebben gezegd dat zal niet zijn. Hè. Alle begrip daarvoor trouwens, dus vandaar de Anna Bijnszaal. Een dichteres, geen schilderes. Het is dan ook de leeszaal van het Vlaams parlement. U merkt dat aan deze lange tafel waar wij elke dag voor u alle Vlaamse kranten, maar ook enkele Waalse kranten en buitenlandse kranten ter beschikking leggen om te kunnen lezen. Dus u kan hier altijd de krant komen lezen, maar dat kan ook in ons informatiecentrum. Dus, en wellicht zal u op de fractie wel genoeg abonnementen hebben. Maar goed, ook op woensdagnamiddag, als de vergadering hier bezig is, weet dat u hier de krant kan komen lezen. Wat u ook zal zien, en dit is er een voorbeeld van, die zuilen hier, dat is een kunstwerk. Ik moet nu zeggen dat ik in dit geval, want het is zeer recent geplaatst, niet weet wie de kunstenaar is. Maar overal in het gebouw, ik weet niet of u al de kans hebt gehad om eens door dit gebouw te gaan of te wandelen, zeg maar, gaat u moderne Vlaamse kunst aan de muren en tegen de muren zien. Dus het loont zeker de moeite om eens links en rechts te kijken als we door het gebouw gaan. Het is overdadig. Ik vind het zelf soms een beetje te veel. De muren hangen soms een beetje te vol, maar dat is... laten we zeggen, dat is niet mijn bevoegdheid. En we hebben een kunstcommissie met experts in huis, zeg maar. Dat zijn externen, hè. Mensen uit de sector, zeg maar, die het bureau, dat bevoegd is om kunstwerken aan te kopen, adviseert welke jonge, want we investeren in jonge Vlaamse kunstenaars en hoofdzakelijk ook in hedendaagse kunst. En wij laten ons daarin adviseren. We zijn hier in het zogenaamde peristylium. Het peristylium, ja, dat is eigenlijk de hoofdingang van het Vlaams parlement. En het was het gebouw van het ministerie van de Post en het Zeewezen. De Post en het Zeewezen. Hiernaast in het gebouw dat nu het huis van de Vlaamse volksvertegenwoordiger is, waar we straks gaan toekomen, waar ook het restaurant zich bevindt, uw kantoren enzovoort. Ja, dat was dan de postcheck. Hè. Dus dat lag wel dicht bij elkaar. En ja, waar we de koepelzaal ingericht hebben, ja, dat was gewoon de binnenplaats van dat gebouw vroeger. Hè. Dus we hebben in de jaren 90, toen we dit gebouw voor toen nog een symbolische frank verworven hebben, dit massaal gerenoveerd. En de enige ruimte in dit gebouw, groot genoeg om een vergaderzaal te installeren voor 124 volksvertegenwoordigers, was die binnenplaats. Die is twee verdiepingen uitgegraven, hè, want vroeger lagen daar gewoon kasseien. Moet u voorstellen dat ze met paard en kar hier gewoon binnengereden kwamen en dan tot op de binnenplaatsen om de post voor het ministerie van de Post af te zetten. Twee verdiepingen uitgegraven. Daardoor hebben we nu onder de koepelzaal een polyvalente ruimte, de schelp. De schelp omwille van de vorm van de zaal. We gaan dat straks wel even van opzij kunnen bekijken. U zal er wellicht al geweest zijn. En dan de glazen koepel erboven en we hadden een vergaderzaal voor die vele Vlaamse parlementsleden. U zal ook merken tijdens onze wandeling doorheen het gebouw dat er zeer veel glas is gebruikt. Dat is om de transparantie te benadrukken die we aan de dag willen leggen in onze werking. Maar die transparantie zal in de eerste plaats van u afhangen. Het heilige der heiligen. Het kantoor van de voorzitter. Dus hier resideert de parlementsvoorzitter, hier houdt hij kantoor. Dit was vroeger de ruimte waar de raad van bestuur van de Post bij elkaar kwam. Ja, een detail, hierboven ziet u een leeuw met een banier onderaan. Op een of andere manier is er bij de renovatie iets gebeurd waardoor de L'Union fait la force die zich in die banier bevond, verdwenen is. Maar weet dat bijvoorbeeld hier op woensdag voormiddag overleg plaatsvindt tussen de parlementsvoorzitter en de diensten, mijn diensten, over de ontvankelijkheid van de actuele vragen die in de namiddag op de agenda staan. Dus elke woensdag begint de vergadering, de plenaire vergadering, in principe met een vragenuurtje. Dus de actuele vragen. Hè. U mag vragen stellen aan de ministers, allemaal strak getimed wel en zo.
En die moeten dus ingediend worden. Ze moeten actueel zijn. U mag indienen tot 10 uur in de voormiddag, in principe, als we pas in de namiddag vergaderen. De administratie doet een onderzoek naar dubbel gebruik. Zijn er al geen vragen om uitleg over, in commissie dan, over dat onderwerp enzovoort. Dus, en wij komen als het ware verslag uitbrengen daarover aan de voorzitter om 11 uur. Om 11:30 ongeveer zijn we daarmee klaar en kunnen die vragen, die ontvankelijk verklaard zijn door de voorzitter, naar de kabinetten, zodat de ministers een voorbereid antwoord kunnen geven op uw vragen in de namiddag. Het bureau, het kantoor van de voorzitter. We gaan nu naar... Let ook eens op het kunstwerk hier tegen zijn muur. Een kunstwerk van Roger Ravel. Het heet Bezinning over de illusie van de macht. Denk er maar eens over na. Maar we gaan dan vervolgens naar een van de mooiste zalen, wat mij betreft, van dit huis. Oké, dus de bureauzaal. U merkt het aan de zaal. Dit is de ruimte waar op maandagmiddag het vastbureau en het uitgebreid bureau, waar we het daar juist over hadden in de koepelzaal, hè, waar die vergaderen. Dus dat gebeurt hier. Met één bijzonderheid. U merkt aan de stoelen waar de plaats van de voorzitter is. Hè. Dus er is één rugleuning iets hoger. U zal dat ook in alle commissiezalen zien. Dus er is één stoel met een iets hogere rugleuning. Dat is de plaats van de voorzitter. Alleen als u voorzitter bent, mag u die plaats innemen. Hè. Waarvoor is die zaal ook wel bijzonder? Omwille van het kunstwerk boven de tafel. De posthoren, hè, de associatie met de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Het heet Vlaanderen in de wereld. Hè, waarbij dit deel Vlaanderen is. Met als boodschap ook dat de wereld niet compleet is zonder Vlaanderen. Wij maken volwaardig deel uit van de wereld. En dat wordt hier gesymboliseerd, niet alleen door dit korte stuk, maar ook door, hè, u ziet hier vogeltjes bovenop de buis en op de grote buis, laten we zeggen de Big Five, hè, giraffen, olifanten, neushoorns enzovoort. Die vogeltjes die pikken de insecten uit de vacht van die grote dieren. De rol van Vlaanderen in de wereld. Fantastisch, hè? Maar het wordt nog straffer en daarom had ik u ook uitgenodigd om bij gelegenheid, maar niet nu, het zou ons te ver leiden, letterlijk, om bij gelegenheid ook hiernaast eens te kijken, want daar bevindt zich een collectief van kunstwerken en dat heet Vlaanderen in het heelal. Dus van Vlaanderen in de wereld naar Vlaanderen in het heelal. Daar ligt een replica, onder andere, van het enige kunstwerk dat zich op de maan bevindt en het is van een Vlaming, namelijk van Fred Eerdekens. Een beeldje, een klein beeldje, zonder armen, zonder gezicht, dat de mensheid verbeeldt en dat door een van de Apollo-vluchten destijds is meegenomen naar de maan en waar naar verluidt, want er zijn enkele replica's van, we hebben niet het enige, er zijn er nog, maar waar naar verluidt de NASA niet al te gelukkig is dat die replica's er überhaupt zijn. Tot daar de bureauzaal. Mocht u door uw fractie aangewezen worden als lid van het vast bureau of eventueel als fractievoorzitter, dan mag u elke maandag hier komen vergaderen. Welkom in de Antoon van Dijkzaal, dus een van onze 10 commissiezalen. Zo hebben we er 10, maar ze zijn niet allemaal even groot. Dus dit is een van de grotere zalen. We hebben 4 hoekzalen, zeg maar. De Van Dijkzaal en hierboven de Breugelzaal op de 3e verdieping. We hebben op deze verdieping, een beetje verder in de buurt van de andere liften, de Rubenszaal en op de 3e verdieping de Van Eyckzaal. En dan zijn er nog 6 andere, kleinere zalen. We hebben twee met een tussenmaat, zeg maar, en 4 kleinere op deze verdieping. Dus hier vindt eigenlijk niet het belangrijkste werk, dat wil ik, want dan zou ik de plenaire vergadering te kort doen, maar wel het, laten we zeggen, het detailwerk. Dus hier gaat u de meeste van uw tijd passeren als het gaat over de parlementaire werking, zeg maar, hè, de werking van het huis. Ook hier weer de plaats van de voorzitter vooraan. Elke commissie, dat zijn geen onbelangrijke medewerkers van de diensten voor u, elke commissie heeft een eigen commissiesecretaris. Dat is een ambtenaar van de directie decreetgeving die eigenlijk die commissie
ik zou bijna zeggen, managed, organiseert, zorgt voor de agenda's, de regeling van de werkzaamheden. De commissie regelt haar eigen werkzaamheden. Wat wordt wanneer behandeld enzovoort. Die bereidt dat voor, die zorgt voor de verslagen van wat hier besproken wordt. Een beetje de spin in het web, samen met de commissievoorzitter uiteraard, van de commissiewerking. Dus die zal u zeker goed leren kennen. Allemaal. Er zijn hier meer plaatsen, omdat er soms ook al eens hoorzittingen plaatsvinden met externe sprekers die dan vooraan plaatsnemen. We hebben daarvoor ook de schermen waarop een presentatie kan worden getoond. En natuurlijk zal ongeveer elke week de bevoegde minister in de Commissie voor Onderwijs, is dat de minister van Onderwijs, op het appel zijn in de commissievergaderingen om ondervraagd te worden met interpellaties, met vragen om uitleg, om ontwerpen van decreet die door de Vlaamse regering zijn ingediend te komen bespreken, om zijn mening of haar mening te geven over parlementaire initiatieven, voorstellen van decreet bijvoorbeeld. Dus die minister is ook zeer, zeer dikwijls aanwezig in de commissievergaderingen. Niet altijd, maar meestal wel. Dus, en die commissievergaderingen die vinden dus plaats in onze 10 commissiezalen, hè. Meestal in de grootste. U merkt ook hè, die rare Star Wars of Star Trek-achtige dingen zijn camera's waarmee wij onze vergaderingen streamen. Dat zei ik daar straks al. Dus ook de commissievergaderingen worden uitgezonden via onze website en ik word erop geattendeerd. En terecht. Uiteraard worden onze vergaderingen ook uitgezonden via Vlaamsparlement.tv. Wat wij ook doen, maar dat is, dus wij verspreiden elke week, dus ja, onze agenda wordt wereldkundig gemaakt. Hè. Iedereen kan kennis nemen van de agenda's van de commissievergaderingen gedurende een bepaalde week. Op donderdagavond gaan wij altijd de commissieagenda verspreiden, dus de agenda van alle commissievergaderingen van de week daarna. En die verspreiding gebeurt op donderdag, die van de plenaire ook. Hè. Wij bezorgen die ook expliciet aan de regionale omroepen, die op basis van die agenda bij onze collega's van Vlaamsparlement.tv beelden kunnen bestellen van commissievergaderingen waar zaken aan de orde zijn die voor die regio interessant kunnen zijn. Dus dat gebeurt regelmatig, denk ik, dat er via dat kanaal, via die weg, reportages uitgezonden worden op regionale omroepen over de werking van het Vlaams parlement. Dus dat is toch ook wel interessant om weten, denk ik, vanuit marketing-oogpunt of communicatie-oogpunt, zullen we maar zeggen. We zijn dus ondertussen in het andere gebouw beland, het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, vroeger het gebouw van de Postcheck. U moet dit gebouw zien als een... Allee, dat heeft de vorm van een hoofdletter H. En waar we hier staan, dat streepje tussen de twee benen van de H, zeg maar. Met een noord- en een zuidvleugel. Langs deze kant de kantoren van de fracties, de volksvertegenwoordigers, de medewerkers. Langs de andere kant kantoren van de diensten. Alle diensten hebben hier hun kantoor in dit gebouw, behalve mijn directie. Wij zitten dichtbij waar de actie, de politieke actie aan de orde is, die door ons ondersteund wordt. Dus wij hebben onze kantoren voornamelijk op de derde verdieping in het andere gebouw. Ik zal misschien nu al zeggen, hartelijk dank voor uw aandacht. Het was fijn om u te mogen rondleiden. Nogmaals welkom en veel succes. Goed? Alsjeblieft.